Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Oh nee, ik zeg altijd hey met mij. Ik was even vergeten dat ik dat zei. Want ik heb dus denk ik een maand niet gevlogd omdat ik mijn camera kwijt was. Maar nu gaan we wel weer vloggen dit weekend. Of in ieder geval vandaag, want het is een hele leuke dag. Het is namelijk First Look Festival. En tijdens First Look Festival zijn er een hele hoop dingen te doen. Waaronder een Teamfight Tactics toernooi. En ik ga iedereen ontmoeten van mijn stream, wat ik altijd super leuk vind. En als klap op de vuurpijl natuurlijk de Dutch Stream Awards. En ik heb daar super veel zin in. Maar we beginnen vandaag met trainen. Ik heb mijn trainpakje al aan. Ik heb mijn haar in de krul gezet. Het zit heel strak in de krul. Dat laat ik even zo. En dan als ik dadelijk na het trainen, dan douche ik. En niet mijn haar wassen. En dan kam ik het uit. En dan zit het perfect. Maar nu zit het echt niet, ziet het er niet uit, weet ik. Laten we snel beginnen met deze vlog. Yay, een nieuwe video. We zijn in de sportschool. Helemaal dit. Maar ik ga niet filmen. Nog verder dan. Want lang gemaakt. Daar heb ik geen zin in de sportschool. Maar ik pak jullie op als ik klaar ben met sport. Lunchtijd. Ik ben met opa. Oh nee, Joost. Hey, dit is Joost, niet opa. Daar denk ik mensen echt dat je mijn opa bent. Ja, nou, zo zie ik er ook wel een beetje uit. En Ramon is er ook bij. En Peter Palmen is nog zijn eten halen. En we gaan even lunchen, zodat we weer kunnen knallen op First Look. Want er werd weinig meer geknald. Nog iets erbij zeggen? Groetje van Joost. Groetje van Joost. Aan wie? Iedereen. Iedereen. Dat was lastig. Ik denk niet dat iedereen naar mijn vlog kijkt. Jawel, iedereen kijkt jou. Iedereen? Ja, iedereen kijkt jou. Oh, oké. Okay. Nou, jullie krijgen allemaal de groetjes van Joost. En ook van mij dan, als je toch aan het kijken bent. Dat is in... Het is Rico Choco. Welke andere game loopt een unranked en ranked Arlen. Dan merk je toch wel, hey, die vader ligt ergens op. En Hanky Pinky is er ook. En de robber. Jezus. Is er nou nog niet klaar mee? Ja? Zegt u het maar. Ik ben het je opa. Het lijkt ook allemaal wat moeizamer te gaan. Een prachtige kist op wieltjes. Het is namelijk de hoogste tijd voor een lekkere goodie-out. En wie wil er nog meer goodies? Ik zou zeggen, bring it on. Wat gezelligheid. En hebben jullie nou wel of niet drinkboers meegenomen? Die is er wel zo goed. Ja, hij is er wel. Staat hij. Hij is er wel. Hij is er ook. Dat is grappig. Ja, toch? Ja, hey, ik ga eens even kijken wat hierin zit. Ik ben benieuwd, kijk. We zijn inmiddels op de hoogte van jullie streaming skills. Hoogst uithoren jullie voice skills. Wie heeft de GameKings Premium?
Waar je nou die hele fucking zak gewoon... Tuurlijk! My god, Danny. Behoorlijke kans. Ja, weet ik niet of ik kans maak. Maar dan weet je toch ook wel. Ja, dat... Laten we elkaar nou niet voor de gek houden. Dus ja, dat helpt. Wie schat jij hoog in de categorie beste vrouwelijke streamer bijvoorbeeld? Saar, ik weet dat Saar heel veel mensen heeft die op haar stemmen en Puk. Dus ik denk dat het één van die twee wordt. Ja. En jij? Nou, weet je wat, ik heb een theorie. En mijn kijkers zijn een beetje oud. Sorry, ja. Maar die gaan niet meer aan hun ouders vragen om te stemmen op hun favoriete streamer. En ik vind het wel leuk dat ze in mijn chat zeggen van ik heb op jou gestemd. Dan denk ik nou, ben ik voor hun in ieder geval de beste streamer. Maar ik zei ja, niet voor hun ouders. Nee, ik weet er alles van. Mijn publiek is inmiddels bejaagd en weet niet eens hoe ze moeten stemmen op met een computer. Dus ik maak me helemaal geen illusies. En ik, daarnaast wilde ik het ook helemaal niet hoor. Maar eens even kijken. Ja, jij bent toch een soort van dark horse geworden in... What a half-assed fucking applaus is dit zeg. Ik zeg First Look Festival 2019. Publiek hier, zijn jullie klaar voor de Dutch Stream Awards? Goed dat jullie in ieder geval hier allemaal zijn. 5 uur. Beste vrouwelijke streamer, en daar gaat het Team Puk bordje weer omhoog. Waar zijn die Pukske fans? Ik zat toch bij het gros wel goed. Kijk eens even, het zijn er dus hoor, tussen een aantal dames. Het juryrapport heb ik hier in mijn hand. En daarin staat, deze dame maakt streams die zeer afwisselend zijn. Ze speelt games die ze zelf leuk vindt en ze stapt soms zelfs de keuken in om mooie gerechten te maken. Afwisselende streams op een sociale manier die alle facetten van haar leven laat zien. Wie van deze dames duikt wel eens de keuken in? Nee, dat is die... Ik bedoel tijdens de streams, hè? Ik ben heel erg benieuwd wie volgens de jury de beste vrouwelijke streamer is geworden. De winnaar van deze award is... I told you so. Dat is nergens voor nodig. Heb je zo hard verdiend? Kijk eens, allereerst, deze is voor jou. Oh, maak je niet druk, joh. Het is ook niet niks natuurlijk. Ik bedoel, de jury heeft uiteindelijk besloten dat jij gewoon de beste streams van iedereen hebt. Ja, dat lief. Dankjewel, jury. Oh, ik ben trots, hè. Ja, dat mag ik hopen van wel, ja. Dankjewel. Ik zou willen vragen, ja, wat gaat er door je heen? Maar dat mogen wel duidelijk zijn, volgens mij. Probeer even te omschrijven wat er nu door je heen gaat. Ja, dat vind ik echt super tof. Ja, ik vind streamen zo leuk. En iedere dag ben ik zo dankbaar dat ik weer mag doen. En ik vind het wel leuk dat de jury dat ook ziet. Dat ik heel erg geniet. Dus dankjewel. Blijf er vooral ook mee doorgaan. Je krijgt ook nog wat leuke prijzen mee. Deze kun je ook nog gebruiken voor in je overlay. Want het is green screen green. Dus daar kun je ook nog wat leuks mee doen. Dus geef het een mooi plaatsje op je achtergrond. Zodat iedereen ervan kan meegenieten. Maar echt fantastische streams. En erg vermakelijk. Lekker entertainend en zo. Goed gevarieerd. Ga vooral zo door. En neem even een ovationeel applaus van het publiek in ontvangst.
dichter bij elkaar. Maar dit blijft dus de beste bepaal. Kijk eens, Puk. Allereerst deze, dit prachtige plakkaat voor je. En er ligt daar zometeen ook nog een pakket op je te wachten met prijzen. Maar bovenal is het de eer die er echt toe doet, lijkt me toch? Ja, ik sta hier echt een beetje perplex. Ik roep al de hele dag, ik ga hem echt niet winnen. Dus ik heb een beetje een what the fuck momentje, als ik eerlijk ben. Ja, what the fuck. Laat het mij even rustig bezinken. Maar het zijn toch echt deze mensen, een behoorlijke meerderheid die ervoor heeft gezorgd dat jij nu deze award hebt binnengehaald. Wil je nog die mensen specifiek even bedanken? Ja, zeker. Lieve mensen die allemaal hebben gestemd. En een paar in bijzonder, maar ik ga geen namen noemen, want ik weet nou dat ik mensen ga vergeten. Maar jullie weten het zelf. Hartstikke bedankt. Jullie zijn echt fantastisch! Applaus voor Puk. En ook applaus voor de andere twee dames natuurlijk. Top 3, uitstekende prestaties. En nog één keer een kaart applaus voor de winnaars. Piske Mattia, 7-1 bij Game Kings Borough. En lekker spelen in Caribe Suus. Wat een fantastische prestaties. Op naar nog grotere dingen allemaal. Hij is ook een beetje voor mij inderdaad, ja. En daarmee zijn we inderdaad dus aan het einde gekomen van deze eerste editie van de Dutch Streaming Awards. Ik wil jullie al bedanken voor jullie aanwezigheid en voor de gezelligheid. Ik bedank jullie voor het feit dat jullie de moeite hebben genomen om te stemmen, om jullie stemmen uit te brengen op al deze toppers hier. En ik hoop jullie... Streamer, Nicky. Ja. Dus nu die woord in bijzonder, wat een ellende. Maar dan moet je tegen de vakjury zeggen, hè? Oh, vakjury, bedankt. Bedankt namens Nicky. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. We hebben het enorm naar onze zin gehad. Ik wou dat ik nog meer gevlogd had, maar ja, jullie kennen me, ik ben niet zo'n goede vlogger. Dankjewel voor het kijken. Geef natuurlijk een dikke duim omhoog voor de beste streamer van Nederland. Vrouwelijke streamer. Ho, rustig aan, hè? Hey, rustig aan. Geef een duimpje omhoog voor de beste vrouwelijke streamer van Nederland. Samen met Puk. En vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie heel graag morgen. Morgen? Nee, morgen komt geen nieuwe vlog, hoor. Dus bij de gewoon volgende keer. Ik zie jullie de volgende keer bij een nieuwe vlog. Mwah.